deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien wat ik deze maand allemaal weer heb opgemaakt. En zoals je kan zien staat er een Albert Heijn tas naast me. Die heb ik gevuld. Ik heb gewoon weer alles verzameld de afgelopen maand. Nou ja, niet alles. Er zal vast wel iets bij doorgeglipt zijn wat ik mogelijk al weg heb gegooid. Maar het meeste wat hier is, dat heb ik toch allemaal netjes verwaard om dat in deze video aan jullie te laten zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ja, of je het leuk vindt om te zien, laat het ook vooral hieronder achter in de reacties. En dan ga ik jullie nu laten zien wat ik deze maand samen met Mike natuurlijk allemaal heb opgemaakt. Allereerst hebben we toiletpapier. Tada! Ik had een voordeelverpakking gekocht bij de Jumbo. Ik was van bij de Jumbo, maar het maakt nooit zoveel uit wat we toiletpapier hebben. En we hadden dit keer, even kijken, zacht en sterk, drie laag toiletpapier. Dit was een voordeelverpakking en ik dacht makkelijk, ik ben er nu, ik ben met de auto, dus ik neem in één keer maar genoeg veel mee. Dus ja, dat hebben we opgemaakt deze maand. Natuurlijk niet deze maand alleen, maar de afgelopen periode. Toen ik daar was, heb ik ook gelijk keukenrol meegenomen. En ik had daar extra sterk en absorberend keukenpapier. Volgens mij zaten hier vier rollen in. En het is niet het enige toiletpapier keukenrol wat we deze maand hebben opgemaakt. Want deze maand hebben we echt heel veel keukenrol opgemaakt. Want ik zie namelijk dat we er nog eentje hebben. En deze is toevallig van de Albert Heijn. Volgens mij staat ze hier ook. Ja, vier rollen staat hierin. En ik moet zeggen, het maakt niet heel veel uit welke we hebben. Ik vind beide prima. Het is wel stevig papier beide. Dus helemaal top. Dan heb ik ook opgemaakt Nivea Glow Magic Mousse. Dat is de gezichtsreiniger die ik gebruikte. Ik heb nu eentje van de Rituals gekocht. Ik ben gek van de Rituals, zoals misschien de meeste van jullie wel weten. Maar ik had nu van de Nivea, die had ik in Duitsland bij de DM gekocht. En die is helaas op. Dit is trouwens echt een hele fijne en was helemaal niet duur. Ik weet niet eens of ze deze trouwens in Nederland verkopen. Maar goed, helaas kan ik nu niet naar Duitsland. En Rituals kon ik online bestellen, dus ik heb nu gewoon weer reinigingsmiddel van de Rituals gekocht. Maar ja, als de winkels in Duitsland weer open zijn, dan ga ik echt deze wel weer een keer overlaten. Want deze is echt wel heel erg fijn. Dan heb ik shampoos opgemaakt. Even kijken, ik heb twee keer shampoo, één keer crème spoeling, want ik gebruik ook altijd nog een masker. Dat is deze Elvive Color Vive, heb ik opgemaakt. Deze gebruik ik altijd, ruikt echt mega lekker. En ja, ook de crème spoeling daarvan. Ik zie ook nog dat ik de oude heb. Ik had hier altijd van de DM. Deze is namelijk maar 55 cent. Ook echt een prima hoor om te hebben. Maar ik heb toevallig deze gekocht. En deze vind ik net iets fijner dan die andere. Betaal je ook wel iets meer voor. Maar goed, ze zijn echt helemaal prima. Dus deze heb ik ook opgemaakt de afgelopen maand. En dat is best wel veel. Ik wist niet dat ik zoveel shampoo gebruik en crème spoeling in een maand. Dan had Mike deze shampoo van Palmolief. Die ruikt trouwens echt mega lekker. Die heeft hij opgemaakt deze maand. En volgens mij heeft hij nu... Oh ja, hij gebruikt nu de shampoo van de Rituals. Want die heeft hij van mij voor kerst gekregen. En die ruikt echt super lekker. Die is volgens mij van de Samurai die ik gekocht heb. Ook wel echt een stukje duurder dan deze. Want volgens mij is dit nog geen euro. En de van de Rituals, als ik het goed zeg, iets van 8 euro of zo. Maar goed, af en toe is dat natuurlijk wel lekker om te gebruiken. Maar deze is ook echt helemaal top. Dan heb ik opgemaakt de Dove. En dit is gewoon de Dove Naturel, of hoe zeg je dat? Original. Die heb ik ook bij de DM in Duitsland gekocht. Ik ben er bijna doorheen en ik weet dat we voorlopig nog niet naar de DM konden. Maar ik ben echt gek om daar gewoon spul te kopen. Ik woon natuurlijk aan de grens, dus daar is echt allemaal een stukje goedkoper. Daar heb ik echt niet, en volgens mij denk ik misschien wel 2 of 3 voor de prijs dat ik hier in Nederland eentje koop. Ja, het is niet goed voor de Nederlandse economie dat ik het daar koop. Maar ik ben het liever van mijn eigen portemonnee als ik dat niet doe. Dus deze is ook weer opgegaan deze maand. Dan, tada, deze. Dit is de handzeep van de Rituals. En dit is ja, limited edition. Ik weet niet of je die nu nog kon kopen. Dit is trouwens een mini versie. Deze zat vorig jaar bij mij in de Rituals adventskalender. Deze was heel lekker. Deze hadden we in de badkamer staan. Een mooi klein formaatje. En ja, ik mis dat wel om van die kleine formaatjes te kopen. Want dat vind ik echt ideaal voor in de badkamer. Dan deze, de shaper, die gebruikt Mike dagelijks als hij zijn haar doet. Niet als hij een bed op heeft, maar ik denk dat hij zijn haar doet. Dan gebruikt hij deze. Deze is van de Hema en die heeft hij eigenlijk altijd. Dan hebben we, oh ja, de Happy Mini Buddha. Die heb ik opgemaakt. Die had ik volgens mij mee
Waar had ik die naartoe? Geen idee of dat ik die gewoon gebruikt heb. Maar deze komt ook uit de adventskalender van vorig jaar. En die heb ik opgemaakt. Ik heb echt heel veel van die minis. En ik vind het ook gewoon lekker om af en toe gewoon even een geurtje om te wisselen. Dan de tandpasta. Hier heb ik er twee van opgemaakt. Maar ik heb er maar eentje bewaard. Wij hebben dus altijd de anti-tandsteen van ProDent. Gewoon helemaal prima. En we kopen vaak in één keer zo'n 5-pack. Schillen we naar de winkel gaan. En is vaak ook ietsjes goedkoper. Dan, oh ja, heb ik ook opgemaakt de tampons. Ik heb altijd de Obey Pro Comfort tampons. En nou, hier doe ik niet een maand mee, hier doe ik al wat langer mee. Dus namelijk een grote verpakking. Heb ik ook in Duitsland gekocht. Volgens mij heb ik bijna de hele in Duitsland gekocht. Behalve als het rietje los is of toiletpapier. Maar goed, deze winkel ook weer op. En ik heb nu gewoon in Nederland weer nieuwe gekocht. Alleen dan een wat kleinere verpakking. Echt met de hoop dat het in Duitsland weer open gaat. En dan hebben we ook opgemaakt, wat is dit? Oh ja, toiletpapier van de Albert Heijn. Extra zacht en sterk, 4 laags toiletpapier. Dit waren 8 rollen. En ik moet trouwens zeggen, qua toiletpapier vind ik die van de Jumbo toch iets prettiger dan die van de Albert Heijn. Dus als ik de volgende keer weer een nieuwe ga halen, haal ik ze zeker weer bij de bij de Jumbo. Daar vind ik ze net iets fijner, iets steviger. Dan wat hele dunne papier. En die was toch wel 4 laags. Maar goed, ik vond die andere wat fijner. En, oh ja. Het valt bijna niet op. Maar dit oogpotlood, die gebruik ik altijd. Deze is van L'Oreal. Brow Artist Expert. Ik heb een donkere kleur. En die heb ik ook opgemaakt. Maar gelukkig had ik daar nog eentje van op voorraad liggen. Dus hoef ik niet een nieuwe te halen. Ook dat haal ik altijd in Duitsland. En ja, dat waren de spullen die ik deze maand heb opgemaakt samen met Mike. Ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden en de volgende keer weer kijkt. Doei doei!